Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag de kruidvat make-up testen op mezelf. En ik ga kijken welke producten van de make-up van de kruidvat ga ik aan mijn make-up collectie toevoegen. We weten dat allemaal, we leven in hele moeilijke tijden. Alles is duur, 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 duur. Dus we zijn allemaal op zoek naar iets goedkoper, maar je wil toch blijven mooi, shiny, goed uitzien. Voor jezelf, voor je werk, voor je omgeving heb je het nodig. Dus ik ben even naar de kruidvat gegaan en ik heb gekeken wat heb ik nodig om een gewone, simpel, dagelijk look te creëren. Met hele simpele goedkoop make-up van de kruidvat. En ik heb gebruik gemaakt dit keer van de kruidvat make-up zelf. Schijnt ze hebben een hele collectie. Dus ik heb een aantal dingen gekozen. En ik heb voor wat heb ik nu ga ik gebruiken, heb ik eerlijk gezegd iets van €43 gekocht. En dan heb je alles in één. Je begint met de prime. Je hebt de foundation. Je hebt de poeder, je hebt de bronzy, je hebt ook de eyeliner, de concealer en de lippen en de ogen gelijk voor €43. Is niet goedkoop, maar is toch wel goedkoper dan andere merken. Dus dacht, nou, dat ga ik doen. En ik heb deze look meegemaakt. Wil je zien? En wil je weten hoe heb ik mijn look bij elkaar gekregen en gecreëerd? Blijf kijken. Nou, ik heb deze gekocht tijdens terug met de kerst, geloof ik. En zat hij echt in mijn kast. Ik heb hem nog nooit gebruikt. En ik vond hem altijd, ik vond hem leuk, omdat er zit heel veel van die kleine sponsjes in. Make-up sponges en poeiers in. Maar wat mij spraak aan deze producten, ik vond die het leukste. Dat kan je altijd voor vakantie, kan je hem altijd als je gebruikt je foundation spons, is altijd nat natuurlijk, je maakt hem vochtig. Dus je kan hem altijd hier bewaren. Dus dan maak je tas of je make-up tas niet vies, niet vuil. Maar ja, ik ga hem nou open en we gaan kijken wat zit allemaal in. Als het goed is, ik heb hem nou opengemaakt. Zo staat hij, zo komt hij uit. En zitten drie sponsen in. Deze is een cleaning spons, macro clean spons. Deze een macro complex spons. Staat hij ook hier in de doos. Is dat hij ook netjes aangegeven wat voor wat kan je gebruiken. Ik hoop dat het duidelijk te zien. En hier heb je de macro booter spons. En hier heb je zo'n soort een case om je, zat hij ook case eerlijk gezegd, om je spons daarin te bewaren door de vochtigheid in je make-up tas. Dus nou, netjes, mooi. Dus ik ga hem vochtig maken, omdat ik ga gebruik maken van de foundation aanbrengen. Dus, zo guys, mijn spons is helemaal nat nu. En ik ga even kijken hoe die gaat. Hoe werkt die case? Kijk, zo kan je hem open doen. En zo kan je je spons gewoon netjes daarin bewaren. Het is volgens mij met bunt naar boven. En zo doe hem dicht. Handig, hè? Ja, echt heel handig. Netjes, ik ben er blij mee. Volgende stap, wat ga ik doen? Ik ga nu mijn foundation. En dat is Stay With Me. Is een matte foundation. Nou, kijk eens aan. En deze is matte. Ik heb hem nooit gebruikt, eerlijk gezegd. En voor mij, even kijken hoe is. Het raakt niet zo lekker. Nou, laten zien. Dikte. En ik ga
Even een klein beetje hier aanbrengen. En ik ga hier. Doe dat allemaal makkelijk. Ik wil niet te veel brengen, dus even kijken. Nou, hier is mijn spons. Heb ik er vochtig gemaakt, dus even kijken. Nou, ik gebruik eigenlijk eerlijk gezegd eerst deze. Vind ik het fijn. Of is het echt dekkend? Dat weet ik niet. Ik heb nou een spiegel hier. Dus ik ga even, ik kijk gewoon in de spiegel mee. Nou, het kleur. Ik was heel erg bang. Want dat past, de kleur past niet bij mijn huidkleur. Maar is wel echt... Goed, de huid, de kleur vind ik wel echt goed. Dus ik even kijken of het echt dekkend is. Dat is mijn vraag. Nou, ja, er zit heel veel glans in, eerlijk gezegd. Ik weet niet of het duidelijk te zien is. Heel veel glans. Ik had gekozen voor mat, maar ik zie heel veel glans. Dus is niet echt wat ik heb gehoopt. Maar ja, geef niet. Ik moet toch wel dit afmaken. En is niet echt goed dekkend. Heel veel glans. Ik ga nog een klein beetje bijbrengen, omdat ik vind het niet echt. Goed dekken, dus even. En ik wil eigenlijk gewoon een dag make-up. Maar zo om te zien, voor de prijs, hebben we deze foundation. Ik denk dat je moet echt heel veel van gebruiken om even een goede dekkend resultaat te krijgen. Is heel veel glans. Heel veel glans. Wauw. En ik ga nu gebruik maken van mijn spons. Oké, nou, ik heb alles gedaan. Spons, dit is het resultaat daarvan. Alles kwam hier ook. Stap 2. Wat vind ik van de foundation? Eerlijk gezegd, ik vond hem een beetje te glanzend en is niet echt mat. Dus dat is wel jammer. En ik heb echt gehoopt dat mat zou zijn, maar is echt stay with me. Ik ben benieuwd. Ik ga nu... Dit heb ik later gekocht. En dat is de, zeg maar, zo'n concealer. Die ga ik even netjes nu aanbrengen. En even kijken. Is een beetje te licht, denk ik. Deze concealer. En
Even kijken of is het ook een beetje goed dekkend. Ik doe een klein beetje hier. Een beetje die streepjes even weg te krijgen. Ik weet niet. Even kijken of kan ik hem even. Nou, ik heb nu de concealer aangebracht. Is wel goed dekkend eerlijk gezegd. Is ook goed mat. Ik vind de concealer echt eerlijk gezegd is de beste tot nu. Wat ga ik nou doen? Ik ga de volgende doen. En dat ik ga gebruik maken van de, zeg maar, van de boeier. Kijk. En omdat ik vond eerlijk gezegd de foundation is niet zo goed dekkend. En vandaar dacht ik van ik ga gebruik maken van de Niet Nu More, Niet No More. En dat is van de, ook van de Kruidvat merk. En dat is een color foundation. Zeg maar, is een soort ja, color foundation mat. En die ga ik nou aanbrengen. En ik ga kijken, is het ook long stay? Zat er ook long stay? Die heb ik. Dus om een beetje dikken te krijgen in de plekjes waar is niet echt goed dekking zit erin. Dus dat ga ik nu doen. En hier ga ik even gebruik maken ergens van een klein beetje om mijn ogen. Klein beetje poeder. Doe ik altijd zo. En ook hier. En doe een klein beetje ook nog onder mijn ogen, eerlijk gezegd. Is een soort foundation poeder. En omdat ik wil even ook nog een klein beetje van de... Wat mist ik eigenlijk? De goede dekking. Dus en hier ga ik gebruik maken van de poeierkwast. Ik ben eigenlijk op zoek naar een goede make-up. En dat kan ik gewoon voor mijn dagelijk gebruik. Dus voor mijn werk en voor shoppen en zo soort dingen. Ik heb niet echt een fantasie nodig. Fantasie make-up nodig. Dus ik ga even boeieren. Ik vind de kleur is echt perfect. En nou ga ik gebruik maken van mijn poederspons. Ik doe altijd even een klein beetje. Die heb ik een klein beetje vochtig gemaakt. En een beetje om te kijken of kreeg ik geen. Ik keek ook mee hier in de spiegel. I love it. I love it. Ik denk de poeder is echt, echt. Ja, dat maakt me gelukkig. Yes. Ik vind de poeder foundation eerlijk gezegd veel beter. Maar ik denk is samen met de foundation en de poeder foundation samen geven ze een goede dekking. Als je bent op zoek echt naar goede dekking. Omdat ik denk de foundation is een beetje, geeft niet goede dingen. Kijk eens, is echt, is ook mat. Ik vind hem echt mat. Ja. Kijk eens. Nou. De foundation, zeg maar de foundation poeder is echt, echt tof. Ja, I like it. Is mat. Is niet te flirty voor mij. Dus ja. Ik denk dat is echt een ding die ga ik vaker kopen. Ik heb nog twee dingen die ga ik nog doen. Ik heb hier de Sunny Side. En ik bronzie. Ik heb een liquid bronzie. En ik heb een poeder bronzie.
Wat ga ik doen? Ik ga de liquid bronzy even hier om de neus doen. Ik denk, doe ik gewoon klein droppetjes hier. Om een beetje. En ik heb nog de Sunny Side Up, een mat bronzy. En die ga ik nou gebruiken voor de, even kijken, ik ga even hier een klein beetje brengen. Ik ben zelf donker van kleur, dus ik hoef niet veel bronzy te gebruiken, eerlijk gezegd. Het is alleen voor een klein beetje shine. Omdat ik wel niet echt een en mijn bronzy, dat is hem. Ja, yeah, I like it. Ja, yeah. Is echt het maakt me gelukkig. Ja, yeah, de bronzy maakt het helemaal af. Deze, de Sunny Side Up Matte Bronzy. Die maakt het echt helemaal af. Ik heb de Liquid Bronzy. Dat is ook de Sunny Side Up Bronzy. Maar dat is liquid. Ik heb hem hier aan die side van mijn neus gebruikt. En zo maakt het helemaal af, denk ik. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Wat hebben we nog? Ik heb nog de wenkbrauwers. En wat heb ik voor de wenkbrauwers? Ik heb voor de wenkbrauwers eerlijk gezegd. En de ogen. Ik ga eerst mijn wenkbrauwers doen. En ik heb hier de wenkbrauwers Pencil. En dat is ook van de Kruidvat merk. Zoals ik zei, heb ik hier de Perfect Brow Pencil. Van de Kruidvat merk zelf. Is heel erg dun. Zo om te zien. Kijk eens aan. En als ik doe zo. Ja. Yeah. Is echt, het komt wel iets, maar heel dun. Heel dun. Ik weet niet of het gaat voor mij werken. En aan de andere kant staat zo'n kleine borstel. Dus ik ga even eerst mijn wenkbrauwen borstelen. Even zo. En nog de andere kant. Kijk ook gelijk in de andere spiegel mee. Dat is de eerste wat ga ik doen. En ik ga een soort vieren. Ik zie bijna de pencil niet. Het komt er misschien niks uit. Zit er niks in. Oh ja, een hele dunne iets. Hele dunne pencil. Eerlijk gezegd heel dun. Dat is wat ik kreeg daarvan. En ik ga proberen even iets van te maken. Nou, is niet eigenlijk wat voor mij werkt, maar ik ga het nog proberen. Nou, dat is het eindresultaat van de Perfect Brow Pencil van de Kruidvat. En is deze. Voor mij werkt eigenlijk niet. Ik heb altijd zo'n iets breder, teken ik altijd mijn wenkbrauwen iets breder. En dit is heel erg dun. Het komt bijna niks uit van. Dus dat vind ik jammer. Dus voor mij, nee. Voor mij werkt niet. Jammer. Jammer, jammer. Maar ik ga gewoon verder kijken hoe gaan we dit afmaken. Nou, de wenkbrauw is gedaan. En nu heb ik de potlood voor mijn ogen. Ik ga even kijken of... Dus ik heb deze eyeliner. Wauw. En dat is de... is heel moeilijk te lezen eerlijk gezegd. Maar in ieder geval... Inflixie, flitsie, zoiets. Deze. Ik vind hem echt heel, heel perfect. Dus ik ga even mijn wenkbrauwen daarmee doen. En we gaan kijken of het werkt.
Ja, I like it. Ja, ja. Is echt iets waar ga ik echt bij de kruidvat kopen. Ja, ja. Dit is echt. Nou, ik vond eigenlijk de eyeliner is echt perfect. Is niks mis mee. Ja, ja. Ja, voor een gewone dagelijkse look zal ik hem zeker gebruiken. We komen nu voor de lippen. Ik heb hier de Gloss Light Glossy Balming. Deze is een beetje in de aardbeienkleur. Dus dat is nu. Omdat ik ga niet te veel, omdat ik zei dat is een gewone een casual dagelijk look voor je werk of voor iets. Ja, ja. Denk ik is te doen. Daarom heb ik gekozen voor geen lipstif, maar ik heb gekozen voor de glossy. Dus dan ga ik kijken. Het raakt niet zo lekker, maar een S of nou, dit is de lip glossy. I love it. Ja, ja. Is een hele simpele look, eerlijk gezegd. Voor een simpele look, een casual look voor je werk, voor mijn werk of voor dagelijk shoppen of zoiets, zal ik hem zeker gebruiken. Ja, ja. Ja, ja. Nou, dus niks mis mee. Bepaalde dingen denk ik, nou oké. Okay. Die zal ik niet gebruiken, zeker niet. Maar voor de rest, ik ga even helemaal mezelf, helemaal mijn haar losmaken. En dan kijken hoe is het eindresultaat. En ga ik laten zien wat vond ik het beste. En wat zal ik zeker gaan kopen en gebruik van maken. Blijf kijken. En nou ga ik de finishing touch, zeg maar, de mascara. En ik gebruik maken van de skinny mascara. Deze. Divini. Ik hoop dat. Ja, zo staat die. Of zo. Ik kan het ook op twee manieren lezen. Ik ga kijken hoe is dat. Het is een hele, hele dunne. Dunne kwast. Kijk eens aan. Zo dun is die. Wauw. Dat is echt heel dun. En even kijken of het werkt echt bij mij. Dus ik, wauw. Ja, ja. Dit is echt ideaal. Je kan hem heel makkelijk aanbrengen. Nou, dit is de complete look van de kruidvat make-up. Ik ga één voor één noemen waar ik zou echt, ga ik terug naar de kruidvat en ga ik hem kopen. En wat ik never zou ik hem kopen bij de kruidvat. Ik begin, wat is echt mijn favoriete in de hele make-up collectie? Ik heb foundation. Ik heb deze, ik begin bij bruin. Ik heb deze bruin gebruikt. Die zal ik zeker niet kopen. Is niet mijn favoriet. En ik vond hem een beetje te glanzend voor mij. Tweede, de foundation. Die. Dat is die echte foundation. Is mat. Nou, is echt niet mat. Ik vond hem niks. Ik moet heel veel van gebruiken om dekking te krijgen. Dus die ga ik zeker niet meer halen. Bij de, of ga ik voor terug. En ik heb hier de bronzy liquid. Nou, dat zit ik echt. Het is een twijfelachtig bij mij. Dus ik weet het niet. Ik moet hem nog een paar keer gebruiken en laten bezinken. En kijken, ga ik voor terug. En dit. De Wingbrower pencil. Ik vond hem niks. Is echt, er kwam echt niks uit. Ik kon echt niks mee doen. Dus nee, die ga ik ook niet halen bij de kruidvat. Wat is het beste en wat vond ik echt mijn favoriet? En dat ga ik echt vanaf nu echt kopen. Bij de kruidvat is deze. De Foundation Poeder. Need No More. Is echt perfect. Goede dekking. Makkelijk om aan te brengen. Heeft niet zoveel glans. Echt mijn favoriete.
nummer 1. En als tweede heb ik de bronzy poeder. Dat vond ik echt heel mat ook. Echt, wat is het? Sunny Side Up. Die ga ik zeker voor terug. Ga ik ook gebruik van maken. Staat echt heel mooi. En het geeft echt hele mooie flow in de gezicht. Ik heb hier nog de mascara. Die is echt mijn favoriet ook. Ga ik zeker kopen. En mijn favoriet. En vanaf nu ga ik echt aan mijn collectie, make-up collectie toevoegen. Ook de concealer. Die is echt perfect. Goed dekking. Goede resultaten. Ja, ik vind hem echt makkelijk om ook aan te brengen. En is ook heel mat. Dus dit is ook mijn favoriet. Eyeliner is ook mijn favoriet, eerlijk gezegd. Dat is een hele moeilijke naam. Defensie of zo. Die is ook mijn favoriet. Ga ik er zeker voor terug. En de lipbalm. Die vind ik ook mooi. Oh. Ik dacht, nou, dat wordt niks. Maar hoe meer je gaat gebruiken, hoe meer je ontdekt. En ik ben echt blij met wat heb ik nu ontdekt over de kruid make-up. Kruidvat make-up. En ik heb echt die aantal dingen die ga ik zeker in mijn make-up collectie toevoegen. En ga ik echt zeker dagelijks gebruiken. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Vind je deze video leuk? Vergeet je niet te abonneren, te appen en te liken. Zo blijf je op de hoogte van mijn alle video's. En bedankt voor het kijken. En laat me weten wat vond je van deze video. Dankjewel en tot de volgende keer.